We are here with a team of young players who are playing in the League One of Holland. But I think there's more than football in life, and I also told the players, you want to have an experience in Thailand you will never forget for your whole life. But we're not only to learn a lot of things here, we're also here to give something of our experience and our culture. So thank you that those young players can have the same experience I had when I played here, I think 20 or 25 years ago. And until now, I don't forget it. Kapu kap. Thank you very much indeed. This is fantastic. Zomer 2015. Een samengesteld team van spelers onder de 23 uit de Jupiler League reist voor 10 dagen naar Thailand. Is het een vakantie? Nee. Via het uitwisselingsprogramma Clublinking heeft de KNVB in samenwerking met de coöperatie Eerste Divisie een maatschappelijke reis georganiseerd met als doel om bij te dragen aan de ontwikkeling van jonge voetballers. Zowel op het veld als buiten het veld. En een samenwerking te realiseren tussen de Thaise en de Nederlandse Eerste Divisies. Er staan 3 vriendschappelijke wedstrijden op het programma. Maar ook 6 clinics voor Thaise kinderen en een ontdekking van de Thaise cultuur. Ik zie alleen maar taxis rijden, verder rijdt er niks. Nee, ze hebben hier ook verder geen auto. Wij kregen te horen van onze technisch directeur en die zei ook al dat dit gewoon een lifetime experience ging worden. En dat is het ook echt geworden. Het is gewoon binnen 1 seconde wisselen hier van een rijk gedeelte naar arm. En arm hier is ook echt arm. Dus bij ons valt arm dan nog wel echt mee. Het is echt bizar, het contrast. Het is niet normaal. Veel tijd om te wennen hebben de spelers niet. Ze moeten direct aan de bak. Er staat een wedstrijd op het programma tegen de toppers uit de Thaise Eerste Divisie. Met mijn huigen volgt. Hui? Hauke. Hauke Voort. Hauke Voort, oké. Yes. Ik doe Knol. You should work for Dutch television, maybe. Again, yeah, Knol. Ik doe Knol. 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 Ah, yes. Knol. Ik doe Knol. Yes. You ready? Oké. Ja? Alright, thank you. Good luck tonight. Bij voetbal hoort winnen. Dat heb ik ook altijd aangegeven. Je voetbalt om te winnen. En dat is wat ik wil zien in deze groep. Nooit samengetraind en dan al gelijk een wedstrijd spelen tegen een behoorlijk elftal, een behoorlijke tegenstander. Ja, dat vraagt eigenlijk echt dat samenwerken, hè, van elkaar afhankelijk zijn. Niks weggeven, geen cadeautjes. Mag niets misgaan, hè, daar. Duidelijk. Speel onder deze omstandigheden maak je eerder moe. We zijn nog niet gewend aan deze omstandigheden. Het vraagt ook een andere manier van voetballen. Aanpassen aan de omstandigheden, aan de situatie, aan de tegenstander. De eerste 20 tot 30 minuten hebben we goed gespeeld. Goed positiespel, verzorgd positiespel. En daarna zakt het wat weg. De tegenstander was natuurlijk ook wat ouder en wat ervaren. En die zijn ook gewend aan het weer en noem ze maar op. We kennen elkaar ook allemaal niet zo heel goed. Onze kwaliteit, elkaars kwaliteit kennen we niet zo goed. Dus ik denk dat we het toch goed hebben gedaan. En ik denk dat de volgende 2 wedstrijden alleen maar beter kan. Het is de hoogste tijd om het land en elkaar wat beter te leren kennen. De wekker gaat vroeg om een fietstocht te maken door de buitenwijken van Bangkok. Ik voel me top, man. Topfit. Lekker vroeg. Is gelukkig niet warm hier, het scheelt weer. Het is nooit warm hier in Thailand. Oei, oei, oei. Nee.
wijken hier zijn, de wijken waar mensen het minder goed hebben. Ja, dat heeft bijvoorbeeld veel impact gehad op de jongens, volgens mij. Alles wat je hier meemaakt is helemaal anders dan in onze cultuur. Je hebt de hele rijken hier, maar ook de echte extreme arme wijken. A problem of the people is their income is low. Yes, but price of the house in Bangkok start from 400 to 500 thousand euros. And here people they have house, they have job, they have food, but they have just only small money. So it's just a bit different. Op zich ben ik daar wel een beetje bekend mee, omdat mijn ouders komen uit Ghana. En dan kom je ook wel eens langs zulke wijken. De eerste keren was het even wennen. Dan zag ik bijvoorbeeld kinderen op straat lopen zonder slippers of zo. Dat probeerde ik ook na te doen. En toen zeiden mijn ouders van, normaal joh, je hebt gewoon slippers, dus die moet je gewoon dragen. Maar ik vond het gewoon zo mooi en ik wou mezelf daar ook mee inleven. Dus gewoon, ik vind het gewoon echt heel mooi om te zien. Ik kom niet uit een rijk familie. Groot gezin. Ik heb vader en moeder, we hebben 10 kinderen in totaal. Dus ze hebben het zwaar gehad. Het geeft me altijd een extra motivatie om gewoon iets terug te kunnen doen voor je ouders. Zo zit ik in elkaar. Ik zie hun echt als nummer 1. Ik vind het gewoon mooi om te zien dat je toch blij bent met wat je hebt. En dan kunnen wij bij de westerse landen, zal ik maar zo maar zeggen, kunnen wij wel wat van leren. Vandaag staat er een clinic op het programma. De jongens gaan voetballes geven aan Thaise jongetjes en meisjes tussen de 8 en 16 jaar. De eerste clinic hebben aangegeven dat ze zelf de clinic moeten geven. Ze hebben zelf besproken hoe en wat ze gaan doen. Samen met Bart Logjes is daar een patroon uitgekomen. We willen ze hier ontwikkelen. We willen ze helpen om beter te leren voetballen. En dat op een leuke manier. Op onze manier. Dus de keuze is ook vandaag om vooral heel veel dingen voor te doen. Ik werk graag met kinderen. Ik wil ze wat nieuws aanleren. En ik denk dat ze wel leergierig zijn, dus dat is voor mij leuk. Eet people hier? Wij proberen zoveel mogelijk de Nederlandse school aan de kinderen bij te leren. Ik denk dat ze dat ook snel oppikken. Ja, gaat prima. Een beetje meer man dan verwacht hadden eigenlijk. Dus nu zijn we een beetje aan het improviseren. En dat is ook een hele goede les voor deze jongens. Zij moeten het organiseren. Bij een club is het al voor hun georganiseerd. Nu moeten zij het zelf organiseren. Take him out, come. Go in front. Yeah, you know? All right, start. Yeah, nice one. Nice. Oh, almost. And you. Nice. 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 Wat ik het meest leuk vind is eigenlijk dat de kinderen er zo blij en enthousiast van worden. Daar word je zelf ook enthousiast van. Make it big. Make it big. Goed, goed. Ik zie gewoon dat ze genieten en dan geniet ik automatisch ook mee. Het zijn projecten die geven mij ook heel veel ervaring. Als je met zo'n groep mensen met iets heel simpels blij kan maken. Het geeft enorm veel voldoening. En nu zelf maar eens goed trainen. Want er zijn nog 2 wedstrijden te spelen en nu de jongens een paar dagen op pad zijn, mogen het warme weer en de jetlag geen excuus meer zijn. Er moet gewonnen worden. In een paar dagen tijd ga ik ze niet anders kunnen leren voetballen, maar je probeert je ervaring over te geven, over te dragen. Huh? Warm worden? Het is al warm hier, man. En je bent eigenlijk in al die dagen ben je ook continu met spelers aan het praten, gewoon ongedwongen, krijg je een beeld van iemand. Zijn denken over voetballen.
maar ook als persoon leer je mensen kennen. Sommigen zijn wat vrij, wat open. En anderen zijn iets meer gesloten. Ja, dat is, zijn karakters die in deze periode wel samen moeten werken. Ik vind het een rustige man die op de juiste manier aangeeft wat hij wil en hoe hij het wil. En niet alleen maar met een zachte stem, maar ook af en toe met een harde ondertoon erachter. En daar hou ik wel van. Het is toch leuk om in zo'n korte periode toch al een vrij goede band in de groep te hebben. Waar iedereen gewoon leuk aan meedoet. Ja? Ja. Wat is het? Kleverige rijst met banaan en fruit. Ja, we kregen een bananenblad of zo was het. Boertje, buiten ziet er raar uit, dat kennen we niet, hè? Maar de boerie kent het niet. Nee, hè? Nee. En nog een paar rare ingrediënten. Het is net lijm. Ja, oké, maar doe even voor. Oh, je hebt twee gegeten. Oh, dat is de derde geen probleem, toch? Wat gewoon in één kip. Hé. Nou, het valt mee, man, veel. Ja, ik vind onze groep die is natuurlijk heel erg verschillend. We komen allemaal van verschillende clubs. Maar ik heb wel het idee dat we allemaal wel weten wat we hier moeten doen. Dus uiteindelijk zijn we wel een beetje aan elkaar gewend. En ik denk dat je vanavond ook wel in de wedstrijd gaat zien dat we meer naar elkaar toegegroeid zijn. Dat we ook weten wat we van elkaar verwachten. Dus ik denk, maar ik hoop dat we dat vanavond ook terug gaan zien in de wedstrijd. Wat ik graag vandaag zou willen zien is dat we op hun helft ook heel lang die bal vasthouden. 1 tegen 1, actie. Geen 1 tegen 1, oké, weer opnieuw. Spitsen spelen, misschien eronder komen, zijkant. Totdat het moment daar is dat je 1 op 1 staat, actie. Dan moet je doen. En die Poku Bernardina, Maliki Fekuda, Oliver Lefo, Ido Kono. Basu Rohau, Colin Wangu, Phil Wandenlo. De tegenstander in de tweede wedstrijd is PTT Rayong. Een team dat uitkomt in de top van de Thaise eerste divisie. In de eerste helft blijft het 0-0. Al waren de grootste kansen voor het Jupiler onder 23 team. Moeizame eerste helft, maar de tweede helft hebben ze eigenlijk weggespeeld. En op het einde van de wedstrijd maken we nog 3 goals. Prima overwinning. Ja, assist. Een prima overwinning inderdaad. Er is weer tijd om wat cultuur te snuiven. De spelers bezoeken de koninklijke paleizen van Bangkok. Tariq Tisudali mag de ring in, waar hij wordt uitgedaagd door een professionele Thai-bokser. In het Nationale Stadion zien ze de WK-kwalificatiewedstrijd Thailand-Vietnam, die door Thailand met 1-0 gewonnen wordt. En het team mengt zich in het uitgaansleven van Pattaya, waar de spelers geconfronteerd worden met een andere realiteit van Thailand. Als ik er doorheen loop, dan kijk ik morgen uit. Omdat elk meisje waar je ook maar een beetje oogcontact mee hebt, die loopt naar je toe en die trekt je als het ware naar binnen. En niet alleen maar omdat ze jou aantrekkelijk vinden, maar ook gewoon omdat ze jou omdat ze geld zien. Het is
is eigenlijk best wel schrikwekkend hoe je wat hier allemaal gebeurt. Ik heb wel een beetje medelijden mee als ik ze zo rond zie lopen. Ik heb nou niet echt het idee dat, dat dit iets is wat ze willen. Ik denk dat 9 van de 10 vrouwen wel hier het idee heeft dat ze dit maar doen om rond te komen. En dat dat anders niet zou lukken. Ja, ik heb er wel een beetje medelijden mee eigenlijk. De laatste wedstrijddag. De tegenstander, Pattaya United, speelt in de middenmoot van de Thaise eerste divisie. Er zou gewoon gewonnen moeten worden. Tenminste, als de spelers zich nog fit voelen. Ik heb zeker met een ander oog gekeken, omdat ik wist niks van het land. Dus ik wilde eerst kijken van ja, hoe is het hier en hoe is het leven hier. Maar ik vind het hier fantastisch. Dus, nou ja, als ik de kans krijg om ooit hier te voetballen, dan meld je maar aan. En dan zal ik denk ik wel een vliegtuig willen pakken om hier naartoe te gaan. Na deze trip denk ik dat we wel besef hebben wat we hebben, hoe goed we het hebben. Het is hier niet vanzelfsprekend en in ieder geval alles zo makkelijk. Je moet plezier hebben. Dat is heel belangrijk. Als ik naar die kinderen kijk, hoe ze genieten van het spelletje, ondanks wat ze hebben, dat is alleen maar mooi. Dus ik denk dat plezier echt belangrijk is. Ja, dit is een stukje ervaring. Ervaring die je opdoet in 10 dagen en die eigenlijk de rest van je leven moet bijblijven. En waar je op gepaste momenten gebruik van zou moeten maken. Applaus! Echt waar. Heel veel respect. Echt. Nieuwe generatie. Nieuwe generatie, hè? Ik maak een slijt in, ga er laat in, ik val in, kom er laat in, verschil man. Praat Nederlands met me, wat? Ik ben Nederlands met me. Wat is jouw gevoel? Mijn gevoel zegt mij dat wij vanavond samen kijken naar de Champs-Élysées. En? En dan doet het dan en dan is het. En daarna gaan we om en dan doen we. Oké. Wij willen met zo zien.